kijk, daar heb je hem. Dat is een Castellettes. Dit is slecht, hé. Maar laat me raden, we gaan naar Spanje, of niet? Benidorm, Benidorm. Er komen alleen maar Nederlanders en pensionada's. Het is namelijk zo dat ons programma niet heel goed bekeken is. Weet je, wel online voor jongeren. Maar ik denk dat wij nog een hele grote doelgroep erbij kunnen betrekken. Wat zou je dan kunnen maken met ouderen wat er dan nog niet is? Als ik denk aan mijn oma, die keek altijd om 5 uur naar The Bold and the Beautiful. Er mocht niemand er storen. Om 5 uur. Ja. Ja, het lijkt me wel echt gaaf om een keer een soap te maken. En dan al helemaal met bejaarden. Experiment 54. Kun je een oudere doelgroep bereiken door een soap te maken met ouderen? Jasper, wat ga je doen? Nou, ik ga meneer Slachter opbellen. Jan Slachter. Jan Slachter, ja. De grote baas van Omroep Max. Als er iemand verstand heeft van oudere programma's en of die succesvol kunnen worden, is hij het. Ja, goedendag meneer Slachter. U spreekt met Jasper van het programma Streetlab. Nu heb ik eigenlijk een hele bijzondere vraag. Wij willen namelijk onze doelgroep gaan verbreden van ons programma. En dat willen we doen door middel van een soap te maken voor ouderen met ouderen. Vandaar dat ik u opbel. Onze vraag is namelijk, zouden wij misschien bij u langs kunnen komen als we deze soap gemaakt hebben om te kijken of u er wat van vindt? Want ja, u heeft natuurlijk wel oog of dit een succesvol programma kan worden. Je wil gewoon een kijkcijfer kunnen om... Precies, dat willen we. Je mag bij mij langskomen. Ja, te gek man. Top. Succes. Dankjewel. Hoi, doei. Dag. Dankjewel. Yeah. Ah, dit is wel heel vet. Lekker. Let's go to Benidorm. En zo beginnen we onze reis naar Spanje. Op naar de ouderen. En een afspraak met Jan Slachter in de pocket. Nu die soap nog. Oh god, moet je kijken. Jij bent weer lekker aan het flirten. Bye Tania. Oké, okay, bye bye Tania. Moet je Del Numero niet even vragen. Del Numero. Je weet dat ik het liefst in Nederland zit, maar ik vind het Spaanse Benidorm toch ook wel erg leuk. Je bedoelt gewoon Nederland in de zon. Ja. Dat we hele leuke experimenten kunnen doen die op Spanje gebaseerd zijn. Maar ook een beetje op Nederlanders. Dus het geeft heel veel mogelijkheden dan. Ik zie heel veel leuke mogelijkheden. Volgens mij is dit de eerste reis dat ik enthousiast ben en jij niet. Ja, vind je het heel raar? Nee. Het is gewoon het is echt een betonjungle. En zo rijden we het betonnen panorama van Benidorm binnen. Zitten we in een hotel? Wat zitten we? We zitten in een appartement. En ons appartement is er een waarvan zelfs onze taxichauffeur zich afvroeg... Is dit de address? Zie. Waarom we daar willen zitten. Ik hou gewoon niet van flats. Ik hou van natuur. Ik hou niet van flats. Nou, Tim en ik vinden het leuk, toch Tim? Ja. Kijk eens. Zo! Maar in de jaren 70 was dit een avontuur. Dan ging je lekker op vakantie, dan ging je in een wolkenkrant. Naar Spanje. Zij hebben kapot gemaakt hier. Als je hier de besteklaag eruit wil halen, dan valt hij er direct. Het is tijd om ons te gaan voorbereiden op de soap. Jongens, laat de kava maar komen. Wat dan? Ik heb contact gezocht met een oudere verzorgingsresort. Ja. En daar hebben zich mensen aangemeld om mee te doen aan de soap. Nee, serieus? Ja. Yes. En ze hebben de namen doorgegeven, een kleine persoonsomschrijving. Dit zijn. En foto's. Hoe zit het eigenlijk met het script van de soap? Want als we een beetje een goede indruk willen achterlaten bij Jan Slachter. Ja, we moeten gewoon uitpakken, want in soaps kan ook alles. Hè. Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Intriges, romances, mensen staan op uit de dood. Ik denk, wij moeten ook part of the deal zijn. Dus wij doen gewoon mee. Wij zitten in de intriges. Tongzoenen. Wie gaat met wie? Het lijkt mij gewoon tof als jij gewoon een Don Juan wordt. Met een affaire, met een oude, rijpere dame. Maar dan wil ik dat jij iemand zwanger maakt. Kies jij even een leuke uit. Ik heb er 4. Nou, in ieder geval, voordat we gaan verdelen, we moeten eerst gewoon nog even aan het script zitten. Ja. Oké. Okay. Lekker. Aan de slag. Olé. We zijn nu bij een senior resort.
En als wij inderdaad een soap willen maken met... Hey, een eekhoorn. Ik denk als wij een soap willen maken met senioren, dan zitten we hier gewoon geramd. Stijn heeft het goed geregeld. Meteen bij binnenkomst staan onze soapies al klaar om mee te spelen in onze soap. Doet u mee? Jazeker. Dit is Greet als Ria. Zij is hopeloos verliefd op Stijn als Pieter, de poolboy. Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Hallo. Hallo, Lottie. Lottie, wat leuk je te ontmoeten. Ik ben Stijn. Wat? Ik ben Stijn. Dit is Lotte in de rol van Els de Bok. Zij is getrouwd met de steenrijke Arnold, maar ze heeft een affaire met Jasper als Juan Fiesta Carlos, de toyboy. Dirk, wat leuk. Leuk, joh. Ja? Ik heb grote lol in jullie. En dit is de steenrijke Arnold. Hij is de grootvader van Tim, die de rol van Steven speelt. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken. Hans en Antje. Ja, met... Goeiedag, hallo, ik ben Stijn. En tot slot Hans als Neeltje, zwanger van Juan Fiesta Carlos en wordt dus bedrogen. Alles kan in Te Bont en Te Benidorm. We zoeken gewoon een topregisseur. Hè? Ja. Dan heb ik het over kaliber Wes Anderson, Steven Spielberg. Woody Allen. Ja. Ja. Dus ik denk dat ik dit moet doen. Kijk nou eens. Goedemorgen. Goedemorgen zeg. Wat ziet u er prachtig uit al. Kijk, oh, een mooi. Jurk aangetrokken. Ja. We moesten nog wel even gaan vertellen wat voor scène we gingen doen. U gaat een liefdescène spelen. Oh! Met Jasper. Met jou? Ja. Ik hoop dat je er een beetje zin in hebt, zo'n oude taartendoos. Joh, ik denk dat er veel meisjes zitten te kijken die ook wel eens zo'n scène met jou zouden willen spelen. Ja, dat denk ik. Maar zij mag het op de 85ste nog even. Dat is wel leuk. Wat mag ze dan precies allemaal doen? Joh, dat is aan de regisseur. Hè? Concentreer jij nou maar op je rol. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben nog even mijn overhemd aan het strijken. Jeetje, man. Ja, je moet toch netjes uitzien? Ik bedoel, je moet wel overtuigen. Vertel even wat we nu gaan doen. We zijn onderweg naar het huisje van Lotte. We gaan op haar slaapkamer de eerste scène filmen namelijk. Ik heb alleen maar één zinnetje. Nou, en? Hoef je niet zoveel te onthouden? Niet veel te onthouden. Nee. Oké, jongens, we gaan beginnen. Ja, hier zitten. Ja. Hij zegt, ik hou van u, in het Spaans. Ja, maar señorita de Bok. En op dat moment gaan jullie kussen. Ja. Had je dit niet heel even eerder kunnen zeggen, dat ik dit moest doen? Jasper, deze mensen hebben jaren ervaring. Omdat ze zo oud zijn. Ja, ja. Dit wordt hartstikke lekker zoenen. Ja, laten we hem gewoon een keer doen. Oké, en actie. Oh, te amo, señorita de Bok. Oh, meen je? Oh, ja, we zijn gestopt. Jasper schoot in de lach. Ja, sorry hoor, man. Jasper schoot in de lach. Ja, ik vind dit toch een beetje ver gaan, Dan. Ik ben de regisseur, ik bepaal. Beeld je in dat het Angelina Jolie is. Jan Slachter gaat het sowieso fantastisch vinden. Even concentratie, spelers concentratie. Er is een echte liefdescène aan de gang. En actie! Ti amo, señorita de Bok. Juan, meen je het nou? Meen je het? Ja. Me gusta, mi corazón. Juan! Nu ben ik kwijt. Maar hoe je het nog meer zoenen? Ik zit de hele morgen al te zoenen. Er zat één zin en die vergat ze. Maar gelukkig kon het gewoon nog een keer doen. Oh, ze zegt dat nog een keer kan tongen. Kan je zoiets? En jij, Els, jij mijn beste vriendin, je bent nog wel getrouwd met Arnold. Ach, sorry, Neeltje, maar ik wilde je geen pijn doen. No puedo explicar, Neeltje. Me gusta tocar a las mujeres. En Juan, jij hebt een groot probleem. Je krijgt je ongeboren kind nooit meer te zien. Ja, nog eentje. Nog een keer. Fijn dat we ook achter de tekst.
vond het echt geweldig. Nou, ik wou dat jullie nog een scène hebben voor me. Ja. Ik als acteur kan me zo goed verplaatsen in zo'n rol dat ik dan me inleef dat ik verliefd op haar ben. Dan gaat die leeftijdsgrens gaat gewoon weg. Jij bent de enige acteur die ik ken. Zit je me nou uit te lachen? Wacht maar tot jij een scène moet doen. Nou, ik moest iemand dumpen. Daar heb ik ervaring mee. Daar ben je goed in. Uit is uit. En actie. Pieter. Wat is er? Ria, het spijt me. Mijn vader heeft er toch niets mee te maken? Het spijt me, Ria. Het is uit. Wat? Het is uit. En uit is uit. Pieter. Ik hou van je. Ik hou van je. En ik heb je wat te zeggen. Ik ben zwanger van je. Ik krijg een baby. Sorry hoor, maar dit was zo goed. Ik kon mijn lachen gewoon even niet meer inhouden. Oké, waar zijn we nu? We zijn nu op de volgende locatie. Dit is een leegstaand appartement waar nu even niemand in zit. En hier gaan we de scène draaien met de opa van Tim, ja. Dirk. Kijk, daar zul je hem hebben. Daar is Dirk. Goedemorgen. En hij heet Steven en ik heet Arnold in de serie. Ja want wij hadden zelf de naam Theo bedacht, maar dat vond hij niet... Theo, dat is op een gegeven moment niet bij. Nee. Dit begint gelijk lekker met Theo. Of ik bedoel Arnold. Heb ik weer zo'n dominante tegenspeler. Zijn we er klaar voor? Ja, moet je even de tekst herhalen. Zullen we even de scène doorspelen? Eén droog scène doorspelen en even de tekst herhalen. Ja, dat is goed. Zullen we even... Jouw tekst is... Juan. Nee, dit is Juan. Ja. Als het straks op camera gaat, dan vind ik dat je me wel... voldoende tegenspel moet geven, want anders hang ik in de lucht. Ja. Ik zal er rekening mee houden. Ja, ik ben het eigenlijk wel een beetje met Dirk eens. Ja, ik vind dat de regisseur gewoon hier iets van moet zeggen. Dag opa. Dag opa. Ik was toevallig, in de buurt. Ik heb een nieuw robot. Ik heb een nieuw robot. Ik vind je te robotachtig. Ja. Dat zeggen wij ook altijd tegen. Nou, wat goed. Opa, ik heb u al zo lang niet gezien. Wat wil drinken? Laten we dat doen. Wat heb je meegenomen? Voor kleinzoon Steven is het nu de hoogste tijd om zijn schatrijke grootvader te vergiftigen. En zo de erfenis op te strijken. Lekkere whisky. Maar wat kom je nou echt doen? Ik kom voor de erfenis. Tjong met een rochel. Ik denk eerste deel van die sterfscène is goed. Maar je zakt te ver onderuit. Ik vind dat je een beetje doodgaat als een robot. Batterijen waren op. Nee, ik ben licht aan mijn spel. Wat langzamer. Okay. Gewoon je tekst wat langzamer. Tim, hoe gaat het? Het valt niet mee, hoor. Ja, je wordt bijna een beetje geregisseerd, hè? Ik moet me heel strak aan mijn tekst en aan mijn spel houden. Je wordt een beetje in verlegenheid gebracht zelf. Ja, nee, dus, ik wil ook niet mijn tegenspeler afvallen in wat hij nodig heeft. Dus het gaat dus om samenspel, dus dat is acteren. Ja. Juan heeft het drankje verwisseld met die van Arnold. En Arnold heeft op zijn beurt slecht nieuws voor Juan. Bedankt voor je hulp, Juan. Je mag hem meenemen. Dump hem maar in het zwembad. Arnold? Wat is hier aan de hand? Kibata, ik hoor jij dat zelf. Juan, dat is je vader. Ik val op mannen. Oh.
Dat was niet zo best. Ik gewoon heel slecht deze show. Nou, ik snap het vooral niet. Dat is het erge. Namens. Enig. Ja, ik heb genoten. Hallo. Terug bij onze soap Te Bont en Te Benidorm, waar de première bijna begint. De eerste acteurs komen aan en de zaal stroomt langzaam vol met onze beoogde doelgroep. Welkom op de première van Te Bont en Te Benidorm, want zo heet onze soap. Ja, niet te dicht bij de microfoon. Oh, sorry Dirk. Sorry Dirk. Ti amo, signorita de Bok. Ik hou van je. Ik hou van je. Ik ben zwanger van je. Ik krijg een baby. Ik vond het geweldig. Ja? Ja. Leuk. Ja? Ja, echt leuk. Ik hoop dat jullie er echt succes mee hebben. Ik vond het zo leuk. De doelgroep vindt het leuk. Iedereen was tevreden, alleen wat vindt Jan Slachter ervan? Dat is de vraag. Oké, jongens. We zijn nu bij Omroep Max. En we gaan nu aan Jan Slachter ons hopelijke kijkcijferkanon laten zien. Ja. Ah. Heren. Dag, meneer Slachter. Streetlab. Hallo. Ja, we hebben hopelijk een kijkcijferkanon meegenomen om te laten zien. En we zijn gewoon heel benieuwd wat u ervan vindt. We wilden eigenlijk iets maken dat er nog niet was. Een soap. Alleen, we wilden wel heel graag dat doen met bejaarden die dan nog echt ouderen. Met bejaarden, dat wordt niet echt niet meer gebruikt. Die ga je al. Dat is wat doe je nou? Je zit de hele soap op het spel. Ja, jongen, zeg ik toch bejaarden. Bij Jan Slachter nou. Ja. Ouderen kijken televisie, jonge mensen, daar gaan ze graag mee om. Nou, jullie zijn hartstikke jong. Dus volgens mij heb je alles wel in handen. Maar goed, ik heb het nog niet gezien. Nee, oké. We hebben zijn aandacht. Dit kan nog wel eens goed uitpakken. Ja. Het lijkt wel een beetje op Bassie en Adriaan, dit muziekje erbij. Maar het lag niet aan mijn spel. Nee, het spel was goed. Duurt dit nog lang? Of einde is in zicht. Einde is in zicht. Het is leuk, maar het is wel... Ik zou het niet uitzenden. Zeg ik heel eerlijk. Ligt het aan dat de kijker zich moeilijk kan identificeren met de hoofdgesprek? Oké, ja. Echt helemaal niet goed, hoor. Nee, ik voor jou echt niet goed. Sorry, hoor, maar... Ik had echt ambities. Ja, je had ambities, dat zag ik, maar... Hey, jongen, kom maar goed. Ieder potje past een dekseltje. Ook als ze helemaal kapot ingedeeld zijn. Je hebt niet zoiets van, oeh, wat gaat er de volgende aflevering gebeuren? Nee. Maar dit wordt hem niet, hoor, vrienden. Nee. Oké. Okay. Nee, dat is ook goed om te weten dat we voor niets naar Spanje zijn gegaan. Ja. Nee. Oh, jongens. Nou, ja. Dit was heel eerlijk. Nou, soms is het niet zo leuk om de waarheid te horen. Ja. Hé, hey, maar jongens, heel even. Wij hebben gewoon daar wel een ontzettend leuke tijd gehad. En zij vonden het ook leuk. Ja. Dus we hebben in ieder geval de mensen daar vermaakt. En dat is misschien wel belangrijker dan een kijkcijfer. Net geen kijkcijfer. Volgens Jan Slachter. Ja, want we hebben natuurlijk nog het wereldwijde web. Ja, dus ga met onze soap massaal langs je opa en je oma. Ja, laat het liken. Ja, ga naar bejaardentehuizen of zo. Ouderenhuizen. Ja. En wie weten we dan alsnog een kijkcijferhit op internet.